Bourget Sportief heeft vandaag als gast Mariette van Es, die heeft onlangs meegedaan aan het kampioenschap synchroon zwemmen in Eindhoven. Ja, jij bent een warming-up aan het doen voor synchroon zwemmen. Hoe ben je erbij gekomen om te gaan synchroon zwemmen? Eerst heb ik hier bij de Laie zwemles gedaan. Toen ging ik in de Hoofdharenbeek zelfvaardigheid toe. En toen ben ik bij synchroon zwemmen gekomen. Ik heb begrepen dat het heel goed is gegaan, 17 en 18 april. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, toen ben ik Nederlands kampioen geworden. In de categorie meisjes onder de 15 jaar. En we waren met z'n vijven. En de ploeg is meestal maximaal 8 en wie er wel 4. Ja, we zitten nu op de duikplank, maar die gebruiken jullie verder niet met synchroon zwemmen. Nee. Ja, want jullie gebruiken geen duikplank, jullie springen gewoon vanaf de kant erin, of hoe moet ik dat zien? Hoe ja, gaat het we hebben altijd een kantstuk en dan ga je van de kant, duik je meestal het water in. Oké, en dan hoor je muziek als je in het water bent, of geef je elkaar tekens van hoe je iets moet gaan doen? Ja, dan hangen onder waterboxen in en die geven muziek onder water. En je hebt nou met de vereniging zelf 6 goud, 1 zilver en 1 brons gekregen. Hoe kon jij in die selectie komen om mee te doen aan de kampioenschappen? Ja, het hele jaar door zijn de figuurwedstrijden. Dan kun je limieten verhalen, dan moet je aantal punten halen. En dan, als je 2 limieten hebt, mag je met de Nederlandse kampioenschappen meedoen. En daar moet je je weer kwalificeren voor de finale.